Yo, hallo dames en heren, vet dat jullie weer kijken naar een Splitsplinter nieuw video. En vandaag een Q&A, zeker weten. En ik ben samen met... Martijn. Sowieso. We gaan een Q&A doen, wordt hartstikke leuk natuurlijk. Ik moet bukken. Hij moet bukken, sowieso. Merel Timmermans zegt, wat is er leuk aan YouTube? Wat er leuk aan YouTube is? Nou, gewoon het bedenken van dingen en het maken van dingen, zeg maar. Eerlijk. Ja. En dat mensen het ook bewonderen. Snap je wat ik bedoel? Dat mensen echt zeggen... mijn pet weer schrijven. En wat is jouw ding? Mijn ding? Leukste van YouTube? Ja, ik vind het gewoon leuk. Ik vind het gewoon leuk. Het is leuk. Ja. Oké. Nou jij. Wat? Zo. Waarom ben je YouTuber geworden? Waarom ik YouTuber ben geworden? Nou, ik zag Milan Knol het doen en ik dacht, dat wil ik ook, dat kan ik ook. Zo. Ja. Milan Knol is echt mijn voorbeeld geweest vroeger, hè? Die sketches ja, met helemaal met het bananenrietje. Dat bedoel ik, dat bedoel ik. Dat bedoel ik, sowieso. We hebben allebei een telefoon. Ja, even kijken. Jeffrey Klok zegt, heb je ooit een OV'tje gedaan? Ik zat zo bij mezelf te denken, wat de fuck zou een OV'tje zijn, maar dat is een overvalletje. Staat. Nee, ik heb nog nooit een overvalletje gepleegd. Jij? Nee. Oké. Okay. Nee. Nou dan. Een selfie met Ariana Grande of Selena Gomez? Dan zou ik voor Selena Gomez gaan. Ja, zij is lekkerder toch? Heerlijk, we mogen niet liegen. Nee. Even kijken. Nee, nee. Niet meer schaam. Felicia. Nee. Oh, boeien. Laat maar zitten. Nou. Even kijken. Felicia Heijmans. Het is een jongen. Als je mocht kiezen tussen je vriendin of je moeder, wat had jij dan gekozen? Ik heb geen vriendin, dus dan zou ik mijn moeder kiezen. Jij? Ja, ook. Ja. We zijn eigenlijk best wel heel zielig. Ja. Was sigaretten gepaft vandaag? Jazeker. Ja. 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 Emre Yildirim zegt liever 1 milli cash of 1 milli abonnees. Dan zou ik voor de 1 milli abonnees gaan. Jij? Ja, tuurlijk. Die ook. Ja. Want daar raak je dan zelf gewoon 1 miljoen van. Ja. Steeds. Dus dat is slim, jongens. Goed nadenken. Leertin Moenaert. Ja. Heb je ooit drugs gedaan? Nou, daar heb ik al een keer beantwoord. Hoeft helemaal niet. Nou, met Han. Hoe lang ben je bezig met YouTube? 4 jaar. Alsjeblieft. Okay. Mo, Mossin, Naya. Ja, waarom ben je begonnen met YouTube? Omdat ik dat leuk vind. En omdat je blijft doorstrijden. Als een Martijn. Oh. Basin Kiji, wat is jouw favoriete vak op school? Volgende vraag. Rajiv. Rookie. Broekie. Met welke bekende rapper wil je vloggen? Met Ismo. Ja, Ismo. Ja, heb ik al een keer. Ik heb al een keer. Je hebt hem al, ja. Dus mijn droom is uitgekomen. Quincy Hub zegt: rijk zijn zonder vrienden of arm en veel vrienden? Dan zou ik arm zijn en veel vrienden hebben. Dat is veel leuker. Want dan kan je toch al je money delen met elkaar. Snap je? Goed nadenken, mensen. Het is niet altijd gek. Hoe ga je kerstmis vieren? Met een kerstboom. En met mijn ouders. En dan gaan we zo saai eten zo. Nee, grapje. Grapje, mami. Amnon Fernandes zegt, hou je van koekjes? Ja, Amnon. Ik hou van koekjes. Daan Steen. Die kennen wij. Dat is een vriend van ons. Oké. Even like hoor. Hup. Wat is de beste tip om zoveel subs te krijgen? Ja, nou, gewoon de beeld doen als Arthur. Die ga ik niet uitgeven, jongens. Sorry. Ja, weet je moet er zelf achter komen. En wie zit we daar? Toevallig, joh. Martijn. Michaels. Nee, huh? Michels. Ja, dat is hij, Martijn Michels. Ja. Dus dat is grappig. Ja. Gezellig op stage. Vraagteken. Jazeker. Martijn Michels. En dat waren de vragen, mensen. Super leuk om ze te beantwoorden. Goddag. En Martijn gaat alweer weg. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dat jongetje die wegloopt. Dat jongetje die wegloopt heeft ook een kanaal. Zeker. Abonneer even op zijn kanaal. Linkje staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie weer.
Later. We moeten iets doen wat leuk is. 3, 2, 1.